Bert Huisjes, de baas van Omroep WNL, vertoont volgens kijkcijferautoriteit Tina Nijkaamp opvallend gedrag na het verschijnen van het rapport over de NPO-werkcultuur. In tegenstelling tot sommige andere mediabazen die onder vuur liggen, lijkt Huisjes zich te verschuilen en geen enkele verantwoordelijkheid te nemen. Zijn stilzwijgen roept vragen op over de inconsistentie in de reacties op gedrag binnen Hilversum. Tina Nijkaamp wijst erop dat het zwijgen kennelijk effectief is in de mediawereld. Ze merkt op dat figuren zoals Gerard Timmer, Bert Huisjes en Dieuke Wienja zich niet verantwoorden en zonder enige schijnbare repercussie doorgaan met hun werk. Het feit dat ze dit kunnen doen, inclusief genieten van aanzienlijke salarissen en leaseauto's van de overheid, wordt door Tina als onbestaanbaar beschouwd en roept vragen op over fatsoenlijk gedrag. De kijkcijferautoriteit benadrukt dat ze zelden zoveel reacties heeft ontvangen als op haar opmerking over het zwijgen van Bert Huisjes. Ze wijst op het gebrek aan een reactie van huisjes, vooral gezien het feit dat omroep WNL niet positief uit het rapport van Rijn komt. Ze benoemt ook de op een kwestie van afgelopen zomer waarbij het opvallend stil bleef vanuit WNL. Tina roept op tot een reactie van Bert Huisjes, met name vanwege de onthutsende cijfers uit het onderzoek. Ze wijst erop dat 29% van de WNL-medewerkers een lage werktevredenheid aangaf, terwijl bij andere omroepen dit percentage op 9 ligt. Bovendien heeft maar liefst 94% te maken gehad met negeren, kleineren en wegpesten. Dit, in combinatie met het feit dat Huisje zowel directeur als hoofdredacteur is, roept vragen op over zijn leiderschap en betrokkenheid, waarbij zijn credo lijkt te zijn: niets gezien, niets gehoord, niets doen.